Geliefde broeders en zusters, gemeenteleden en gasten, hier en hen die via de techniek met ons bent samengekomen. Kerkraad heet u welkom in deze eredienst. Deze middag gaat ons voor dominee F.W. van der Ree. De schriftlezing vanmiddag is uit het Evangelie van Lucas, hoofdstuk 15, de versen 11 tot en met 32. En het thema van de preek luidt rechtvaardiging door het geloof. Dit aan de hand van de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 22. Mededelingen namens de kerkraad. Aankomende woensdag 13 maart hopen we als gemeente tweemaal bijeen te komen in verband met de jaarlijkse biddag voor gewas en arbeid. 'S Middags om 14:30 en 's avonds om 19:30. In deze dienst is er één fysieke collecte bestemd voor toerusting, jeugdwerk en gezinnen. Deze vindt plaats voor de slotzang. Bankcollecte graag op de bekende wijze overmaken. Voorzang is de schoolpsalm, psalm 40, vers 4. De kerkraad wenst u een gezegende dienst toe. Laten wij onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand is begonnen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de vorst
van alle koningen van de aarde. Amen. Gemeente, laten we met elkaar gaan zingen uit Psalm 27, daarvan het derde en het vijfde vers. Het derde vers, daar zingen we een verlangen uit. Och, mocht ik in die heilige gebouwen, dat was voor deze dichter de tabernakel, de tempeldienst. Voor ons mag het zijn hier in de samenkomst van de gemeente rondom het evangelie. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst, de vrije genade die eeuwig hem bewoog, zijn liefelijkheid en zijn schone dienst aanschouwen. Dan zingen wij dus het verlangen uit dat wij iets mogen zien van hem en van zijn werk. Psalm 27, vers 3 en ook vers 5.
De God die ons doet thuis zijn in zijn woning. Zoals we zojuist zongen, waar we mogen schuilen bij hem, dat is de drie-enige God. Wiens naam wij ook vanmiddag in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen mogen belijden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En we willen daarop antwoorden en daar amen op zeggen door het samen te zingen uit Psalm 64, het 10e vers. En ieder van u spreekt in zijn of haar hart: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, die op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, katholieke, dat is algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Zullen wij samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Heren, nu we zo voor de tweede keer vandaag als gemeente mogen samenkomen hier in dit kerkgebouw en ook thuis, op afstand verbonden. Heren, is dat het wat we willen doen? Wij willen onze hulp en onze toevlucht zoeken bij u. Hier in die heilige gebouwen, in de heiligheid van de samenkomst van uw gemeente, Heer Jezus Christus, waar u uw woord in het midden legt en dat woord dat verkondigt uw naam. Heer, alle eeuwen door heeft u uw kinderen verzameld. Allen die in uw naam geloven, die uw naam zijn gaan leren kennen en liefhebben, die aan hem, aan u hun hart hebben toegewijd. Heere, die kerk van alle eeuwen, daar mogen we in voortbewegen. En dat doen we vandaag, in deze tijd, met alles wat er in dit tijdsgewricht ook speelt en actueel is. Maar wij doen het toch vooral op basis van uw woord en ook de belijdenis. Heren, dat mag vanmiddag ook gebeuren. De belijdenis die een richtsnoer is bij het verstaan en ook het verwerken persoonlijk van uw woord. En Heren, dan spreekt u vanmiddag tot het hart van de gemeente. En dan bidden wij u of u ons een gezegende dienst wil geven die mag strekken tot de eer van uw heerlijke naam. Dat u
Vader, Zoon en Heilige Geest, vanmiddag aan uw eer mag komen, doordat wij u ons hart wijden. Heren, wij danken u dat u ons daarvoor ook de gelegenheid en de vrede geeft. Wij kennen vrede en veiligheid als wij over de straten gaan om naar de kerk te gaan. Dat is vele broeders en zusters in deze wereld zo niet gegeven. Omdat ze leven in gebieden van oorlog en sociale onrust. Omdat ze dat doen en moeten doen onder de dreiging van vervolging, van sociale uitsluiting ook. Heren, wij bidden u voor uw kerk die wordt vervolgd. Weest u hen nabij en wilt u als een muur van vuur om hen heen zijn, om hen te beschermen tegen het woede van de duisternis en de overste van de duisternis. Heren, wij bidden u of u uw kerk ook wil uitbreiden over het rond van deze wereld. Op vele plaatsen mag het woord worden gebracht op deze dag. En heren, dat doet u ook door het werk van zendelingen en hen die een speciale roeping van u hebben ontvangen om in uw dienst ook werkzaam te zijn en daar hun leven aan mogen wijden. Heren, wilt u hen ook nabij zijn, wanneer ook zij vaak in de frontlinie staan van het Koninkrijk der Hemelen. Rust hen toe en geef hen wat nodig is om dienstbaar te mogen en te kunnen zijn. Heren, wij bidden u voor de kerken in ons eigen land. In een tijd waarin de secularisatie al verder om zich heen grijpt en vele mensen u niet meer dienen en zoeken of dat buiten de kerk denken te kunnen doen en u daarin niet nodig hebben. Heren, wij willen u vragen of u een opwekking in ons land wil geven. Wilt u het zo maken, heren, dat velen u weer zullen zoeken en vinden? En laat u zich ook door hen vinden, heren. En wilt u uw kerk ook geven wat nodig is? Wij bidden u voor ons kerkverband dat zo verdeeld is geraakt. Heren, wijs de weg naar de toekomst toe. En laat het zo mogen zijn dat we elkaar kunnen vasthouden. En heren, wilt u er zelf zorg voor dragen? Dat ook daarin uw naam groot mag zijn en wij veel van u en van uw Heilige Geest zullen verwachten. Heren, wij bidden u of u uw zegen wil geven aan het werk in de poster. Wij danken u, Heren, dat ook daar in het Schrijverspark een plaats is waar we als gemeente nauw bij betrokken mogen zijn, samen met de Vredeskerk. Heren, wilt u ook daar uw zegen geven? Wij bidden u ook voor onze broeders en zusters van de Vredeskerk. Wees u hen ook nabij, wanneer ook het beroepingswerk tot nog toe op teleurstellingen is uitgelopen. Heren, wilt u ook daar weer een dienaar geven die mag dienen in het gedeelte van uw wijngaard daar. Heren, wij bidden u of u ons een gezegende dienst wil geven. Wilt u woorden geven om te spreken en harten en oren om te luisteren en te ontvangen. Zegent u allen die in en rondom deze dienst hun gaven mogen inzetten tot opbouw van uw kerk en van uw gemeente. Vergeef genadig onze zonden en hoor ons gebed in de naam van Jezus Christus, uw Zoon. Amen. Jongens en meisjes, 2 weken geleden heb ik jullie een plaatje laten zien op de beamer en ik ga datzelfde plaatje weer laten zien. Hier zien jullie het. Ik denk dat je het nog wel herkent. We hebben 2 weken geleden eens gekeken naar die oude man die aan de linkerkant staat met die baard, zie je wel. En hij heeft zijn handen om een jongen geslagen die aan zijn voeten zit. En misschien weten jullie nog wel dat dit een beroemd schilderij is van een beroemde schilder, de schilder Rembrandt. En die heeft een schilderij gemaakt over een verhaal uit de Bijbel wat de Heer Jezus heeft verteld, de gelijkenis van de verloren zoon. En hij heeft het moment geschilderd dat
Die jongen, die verloren zoon, thuiskomt bij de vader. Die jongen die was de wereld ingetrokken. Die had een zak geld gevraagd van zijn vader. En die had hij ook gekregen. En toen was hij de wereld ingegaan. En hij had aan zijn vader niet meer gedacht. Hij was zijn eigen leven gaan leven. Maar het ging helemaal niet goed. Hij kwam op de duur bij de varkens terecht. En toen hij daar bij de varkens zat, staat in de Bijbel dat hij toen tot inkeer kwam. Hij ging bij zichzelf eens nadenken, waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? Waar leef ik nou eigenlijk voor? Wat is nou echt belangrijk in je leven? En toen kwam hij erachter, ja, wat ik allemaal heb gedaan, ik heb gefeest en ik heb mijn geld er doorheen gebracht. Dat is eigenlijk helemaal niet belangrijk. En dat heb ik helemaal verkeerd gedaan, dat is zonde. Laat ik teruggaan naar mijn vader. En dan gaat hij terug naar zijn vader en Rembrandt die heeft dat moment dat hij dan bij zijn vader terugkomt, geschilderd. En we hebben de vorige keer gekeken naar de ogen van die vader. En toen vroeg ik aan jullie, wat zie je in die ogen? We zien liefde, denk ik. Hij houdt van die jongen. Hij is blij dat hij thuis is. Daarom heeft hij ook zijn armen er zo omheen geslagen. Maar nou wil ik vanmiddag met jullie naar iemand anders kijken op dit schilderij. Die zit een beetje aan de rechterkant. Ik hoop dat je hem kunt zien. Hij zit namelijk een beetje in het donker. Daar zit nog iemand. Wie is dat? Nou, de Heer Jezus heeft in die gelijkenis ook nog verteld over de oudste zoon van die vader. Dat is dus de broer van die jongen die thuiskomt. En wat zie je nou aan die oudste jongen af? Is die ook blij? Als je naar zijn ogen kijkt, ik vind van niet eigenlijk. Ik vind dat hij een beetje op afstand staat. Hij heeft zijn hand ook zo voor zich, zo van nou, die gaat niet naar die broer van hem toe. Hij is niet echt blij, zo lijkt het, dat hij thuis is. Nee, hij bekijkt het van een afstandje. Hij keurt een beetje. Hij is het er misschien helemaal niet mee eens. Nou, dat laatste, dat klopt. Daarover gaan we lezen in de Bijbel. De Heer Jezus vertelt ons over die oudste jongen om ons ook duidelijk te maken dat je ook hard kunt zijn en dicht van binnen kunt zitten terwijl je heel dicht bij de Vader leeft. Bij God de Vader leeft. Dat het dan toch zo kan zijn in je hart dat je de liefde van Hem niet echt kent en niet nodig denkt te hebben. Nou, daar gaan we vanmiddag meer over horen. Gemeente, wij lezen opnieuw de gelijkenis van de verloren zoon, Lucas 15, vanaf vers 11. En we lezen nu die hele gelijkenis tot vers 32, het einde van dat hoofdstuk. En wij willen samen gaan zingen uit Psalm 56, het vierde en het vijfde vers na de schriftlezing. Lucas 15, vanaf vers 11. En hij zei, een zeker mens had twee zonen en de jongste van hen zei tegen zijn vader, vader geef mij het deel van de goederen dat mij toekomt. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen en niet veel dagen daarna maakte de jongste zoon alles te gelden en reisde weg naar een ver land en verkwiste daar zijn vermogen in een losbandig leven. En toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood in dat land en begon hij gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van het land en die stuurde hem naar zijn akkers om de varkens te weiden. En hij verlangde ernaar zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten, maar niemand gaf hem die. En nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij, hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom om van de honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maak me als een van uw dagloners. En hij stond op en ging naar zijn vader. En toen die nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem. En deze was met innerlijke ontferming bewogen. En hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zei tegen hem, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn slaven, haal het beste gewaad tevoorschijn. En trek het hem aan en geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten. En breng het gemeste kalf en slacht het.
En laten we eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. En ze begonnen vrolijk te zijn. En dan volgt het gedeelte waar we met name vanmiddag naar zullen luisteren. Zijn oudste zoon nu was op de akker. En toen hij dichter bij huis kwam, hoorde hij muziek en rijdans. En nadat hij een van de knechten bij zich geroepen had, vroeg hij wat er aan de hand was. Deze nu zei tegen hem, uw broer is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht. Omdat hij hem weer gezond teruggekregen heeft. Maar hij werd boos en wilde niet naar binnen gaan. Toen ging zijn vader naar buiten en spoorde hem aan. Maar hij antwoordde en zei tegen zijn vader, zie, ik dien u al zoveel jaren en heb nooit uw gebod overtreden. En u hebt me nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Maar nu deze zoon van u gekomen is, die uw bezit met hoeren opgemaakt heeft, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. En hij zei tegen hem, kind, jij bent altijd bij mij en al het mijne is van jou. Wij zouden dan vrolijk en blij moeten zijn, want deze broer van jou was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren, maar is gevonden.
Wij antwoorden op de verkondiging van Gods woord met het zingen van Psalm 145, het derde en het zesde vers. Gemeente, wij willen vanmiddag Gods woord onderzoeken en daarna luisteren aan de hand van artikel 22 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Twee weken geleden stonden we stil bij artikel 23. Vanmiddag artikel 22, ik had u beloofd dat we zullen doen. Daar staat boven de rechtvaardiging door het geloof. En we belijden daar met de kerk. Wij geloven dat de Heilige Geest om ons de ware kennis van deze grote verborgenheid te doen verkrijgen, in onze harten een waar geloof ontsteekt, dat Jezus Christus met al zijn verdiensten omhelst, hem zich toe-eigent en niets meer buiten hem zoekt. Want één van beide, of in Jezus Christus, is niet alles wat voor ons heil nodig is, of dit alles is wel in hem, en dan heeft hij, die Jezus Christus door het geloof bezit, daarmee het gehele heil. Te zeggen dat Christus niet genoeg is, maar dat er naast hem nog iets anders nodig is, is een gruwelijke godslastering. Want daaruit zou volgen dat Christus slechts een halve heiland is. Daarom zeggen wij terecht met Paulus dat wij door het geloof alleen of door het geloof zonder de werken gerechtvaardigd worden. Om het nauwkeurig te zeggen, wij bedoelen niet dat het geloof zelf ons rechtvaardigt, maar het is maar een middel waarmee wij Christus onze gerechtigheid omhelzen. Maar Jezus Christus is onze gerechtigheid. Doordat hij voor ons toerekent al zijn verdiensten en al zijn werken die hij voor ons en in onze plaats heeft gedaan. En het geloof is het middel dat ons met hem in de gemeenschap van al zijn schatten en gaven verbonden houdt. Als deze ons eigendom zijn geworden, zijn zij meer dan voldoende om ons vrij te spreken van onze zonden. Tot zover de belijdenis. Het thema voor de preek is rechtvaardig door het geloof. Gemeente, wanneer ben je nou een kind van God? Wanneer kun je dat nou zeggen van jezelf? Als ik u dat vanmiddag eens recht op de man en de vrouw af zou vragen. Ben jij een kind van God? Wat zou u zeggen? Kijk, er is met die vraag een hoop aan de hand. Voor veel kerkgangers is dat een beladen onderwerp en een beladen vraag. Kind van God, ben ik dat? Dat kun je niet zomaar zeggen, toch? Een kind van God, dat ben je toch pas als je weet dat God je heeft uitverkoren. En dat is ook zo'n onderwerp wat heel beladen kan zijn. Kind van God, dat ben je toch alleen, ja, als er echt iets met je gebeurd is, als je veranderd bent. En misschien denkt u daar wel bij, dan moet je ook kunnen vertellen over allerlei diepe geestelijke ervaringen en bevindingen. Maar het kan ook anders, het kan ook zijn dat u er veel onbekommerder over kunt spreken. Een kind van God, ja zeker, dat ben ik. En wat bedoelt u dan eigenlijk? Wat is dat dan precies? Ben je een kind van God omdat je een schepsel van hem bent? Dat is wel een van de manieren waarop de Bijbel er zelf over spreekt. Paulus op de Areopagus, die spreekt daar de filosofen toe in Athene. En dan spreekt hij over de mensen als Gods kinderen, omdat het schepselen van God zijn. Maar er is ook een andere manier van spreken in de Bijbel. Galaten 3, vers 26, daar staat het zo. Want u bent alle kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Ja, wat is het nou? Je kunt erbij aarzelen. Ben ik nou kind van God? Ook op die manier van Galaten.
En waar gaat het dan eigenlijk om? Gemeente, met die vragen zitten we eigenlijk meteen in het midden van artikel 22, wat daar aan de orde komt. Want daar gaat het ook over die toe-eigening van het heil, zoals we dat wel noemen. Hoe wordt nou dat waar het in het evangelie over gaat van jouzelf? En het gaat in het evangelie over Jezus' offer voor onze zonde. Hij heeft met zijn lijden en zijn sterven de prijs betaald om ons zalig te maken, zo belijden we. Maar wat maakt nou dat je zeggen kunt, hij is ook mijn Heer, mijn zaligmaker. In artikel 22 staat het dan zo. Wij geloven dat de Heilige Geest ons de ware kennis van deze grote verborgenheid, om ons de ware kennis van deze grote verborgenheid te doen verkrijgen, in onze harten een waar geloof ontsteekt. Dat Jezus Christus met al zijn verdiensten omhelst, hem zich toe-eigent en niets meer buiten hem zoekt. Gemeente, ik wil vanmiddag met u naar de inhoud van dit artikel luisteren aan de hand van die gelijkenis die we net hebben gelezen. Net als dat we dat 2 weken geleden deden aan de hand van de gelijkenis en toen was het artikel 23. Artikel 22 en 23 horen bij elkaar in de Nederlandse geloofsbelijdenis. Ze gaan er eigenlijk allebei over hoe nou die verzoening die in Christus is van jezelf wordt. Hoe dat naar je toe komt. Hoe je daar ook zekerheid en houvast in mag vinden. Artikel 20 en 21 is dat beleden. Het offer van Christus dat hij gebracht heeft aan het kruis op Golgotha. En met zijn kostbaar bloed reinigt hij ons van al onze zonden. Daar ging het over. En toen hebben we bij artikel 23 stilgestaan over die jongste zoon uit die gelijkenis. Maar er komt nog een zoon in die gelijkenis voor. Die oudste. En over hem gaat het vanmiddag. Gemeente, wat is die anders dan die jongste? Die jongste was een heleboel aan de hand. Van huis weggelopen. Kennelijk had het ergens bij hem van binnen al een tijd lang gebroeid, dat plan om eruit te breken, om er een keer klaar mee te zijn. En hij had dan gevraagd, vader geef mij het deel van de goederen dat me toekomt, het deel van de erfenis en hij was gegaan, hij had het te gelde gemaakt, had een grote zak geld eraan overgehouden en hij was weggegaan naar een ver land, ver weg, wegwezen, je eigen weg gaan. Want hij wilde vrij zijn. Vrij van zijn vader, vrij van alles wat hem bond. Zo voelde dat ook voor hem. Het hield hem vast. En in dat verre land brengt hij zijn geld erdoor en vrijheid, blijheid. Maar dan komt de hongersnood en zijn geld raakt op. En hij raakt aan lage wal bij een varkenstrog. En zelfs daar heeft hij honger. En hij komt tot inkeer en hij gaat terug naar het huis van zijn vader. Ja, om daar niet meer opnieuw zoon te zijn, want dat is bij die jongen naar binnen geslagen. Niet meer zoon, kind, maar knecht, dagloner. En zo komt hij bij zijn vader terug, als een rechteloze, iemand die weet, ik heb geen voet meer aan de grond bij mijn vader, want ik heb de erfenis, wat hij mij rechtens verschuldigd is, die heb ik al gehad. En daar heb ik niks meer van over. Hij is alles kwijt. Materieel. Moreel ook. En ook rechtens. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar die reactie van de vader, we hoorden het 2 weken geleden, die was zo ruim, zo vol van ontferming en liefde geweest. Rembrandt heeft het goed geschilderd, denk ik. Dat is wat Jezus bedoelt. Hij zag hem al van verre. Hij sloot hem in de armen. En die jongen die mocht weer zoon zijn. Dat is nou genade. Dat je krijgt wat je niet hebt verdiend. En toen werd het feest. Prachtig kleed.
kreeg hij aan een ring om zijn vinger, schoenen aan zijn voeten, het gemeste kalf geslacht, feest gevierd, want mijn zoon, hij was dood, maar hij is weer levend geworden. Hij was verloren, maar hij is gevonden. En gemeente, we hebben 2 weken geleden erbij stilgestaan hoe je je dan in die verloren zoon kunt herkennen. Want het lijkt hier te gaan om iemand die radicaal met God gebroken heeft. En dan denken wij aan de voorbeelden van mensen die dat misschien ook zo op die manier hebben gedaan. Die de kerk en alles van God hebben verlaten. En de kerkdeur misschien wel met een klap ook dicht hebben gesmeten. Daar wil ik niet meer zijn, daar hoef ik niks meer van te hebben. En die dan op een zeker moment door het ingrijpen van God, ja, terugkomen, thuiskomen, hun ziel. Maar we hebben gehoord vorige keer dat dat niet alleen maar om zulke weglopers gaat. Als het nou gaat over dat rechtens, dat wij rechten zouden hebben, gemeente, dan komen wij allemaal in beeld. Wij hebben het vaderhuis allemaal verlaten. Wij hebben ons in Adam van God vervreemd en zijn bij hem vandaan gelopen. En we doen dat nog dagelijks ook. Je hoeft echt niet per se aan de buitenkant zo opstandig en tegendraads te zijn als die jongen, om je niet ook in hem te kunnen herkennen in dat opzicht. Ook als een keurig kerkmens kun je mijlenver bij het vaderhuis vandaan zijn. De jongste zoon die laat dus ook wat zien van wie wij zijn. Maar nou is best mogelijk dat u zich vanmiddag toch nog wat meer zult gaan herkennen in die oudste zoon. Want wat is dat voor iemand? Hij staat ook in het verhaal zoals de Heer Jezus dat vertelt een beetje op de achtergrond. Op het moment dat die jongste zoon thuiskomt, is hij niet thuis zelf. Hij is nog op de akker. Hij is nog aan het werk. En wat is die oudste zoon dan anders? Het zijn echt twee tegenovergestelde jongens, zoals dat in een gezin soms ook kan zijn. Die oudste zoon die is nauwgezet, werkt hard, heeft zich al die jaren dat zijn broertje zijn geld aan het verbrassen was, ingezet, trouw ingezet voor de zaak van zijn vader. Je kunt hem niet op allerlei losbandigheden betrappen. Altijd in het spoor gegaan, fatsoenlijke jongen, gedegen. Misschien herkent u zich wel een beetje in hem. Zeker als je het afzet tegen die jongste. Als je je leven ernaast legt, nooit radicaal van huis weggelopen, zeg maar. Opgegroeid in de kerk, trouw geweest in kerkgang. Misschien wel een hele loopbaan doorlopen in het gemeentelijk leven. Van zondagsschool naar catechisaties, belijdeniscatechisatie, jeugdwerk, vereniging, meelevend. Oftewel, je bent eigenlijk zo'n beetje altijd in het vaderhuis geweest, toch? Altijd in de buurt geweest van God, van zijn woord, in zijn invloedssfeer. En je hebt hem gediend, voor hem gewerkt, je bent nooit weggegaan. Goed mogelijk dat u zich in hem herkent, en het zal misschien voor de fariseeën ook wel zo geweest zijn. Het is tenslotte met het oog op hen dat Jezus deze gelijkenis heeft uitgesproken. Die hadden namelijk gemopperd. Wat deed Jezus nou? Dat kon toch niet? Hij zat daar aan tafel met zondaren en tollenaren, met het uitschot, met mensen van wie zo duidelijk in het openbaar gebleken was dat ze het met God niet zo nauw namen en met zijn wet niet zo nauw namen. Mensen die nou echt lieten zien dat ze mijlenver bij het vaderhuis vandaan waren geraakt. En zij, fariseeën, ze waren toch zo anders. Ja, misschien hebben ze juist daarom wel aangevoeld dat in die oudste zoon ook iets van hen meeklinkt. Zo dicht bij de Here en zijn wetten mogen leven. Er dag in dag uit mee bezig zijn, de wetgeleerden. Zo dicht bij de Vader. En zijn huis, de tempel.
met heel hun leven aan hem verbonden. Bezig op de akker. De gemeente, laten we wat dat betreft van de fariseeën en de wetgeleerden, zoals ze in de Bijbel voorkomen, niet het beeld hebben dat het altijd huichelaars zijn geweest. Mensen die het voor een ander goed wisten, maar voor zichzelf dan een beetje niet zo nauw namen. Die zullen er vast ook zijn geweest, maar schriftgeleerden, dat waren vaak ook mensen met oprecht goede bedoelingen. Nauwgezet in de wet om de Here zo te dienen. En toch, gemeente, wat is er nou mis met die oudste zoon? Nou, dat komt in deze gelijkenis naar voren in vers 28. Die oudste zoon komt thuis, na een dag hard werken, en dan hoort hij vanuit de verte het feestgedruis, en hij vraagt wat er eigenlijk aan de hand is, en dan wordt het hem uitgelegd, je broer is weer thuisgekomen, en daarom heeft je vader een groot feest aangericht, maar dan zijn reactie. Maar hij werd boos en wilde niet naar binnen gaan. Wat zit daar nou achter? Het wordt even later nou duidelijk. Als zijn vader naar buiten komt, let u daar even op. Vader komt naar buiten. Wanneer hij niet naar binnen komt, zijn vader zoekt hem op. En die spoort hem aan. Kom op, joh. Er is binnen nog plaats genoeg. Kom ook op het feest. Maar die oudste zoon wil niet. Hij antwoordde en zei tot zijn vader: zie, ik dien u al zoveel jaren, heb nooit uw gebod overtreden en u hebt mij nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Maar nu deze zoon van u gekomen is, die uw bezit met hoeren opgemaakt heeft, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. Maar hoort u de verachting in de stem van die jongen, die zoon van u. Hij noemt hem niet zijn broer. Die zoon van u, die zijn geld heeft doorgebracht met hoeren en met een losbandig leven. En dan daartegenover, hij zelf, hardwerkend, altijd voor zijn vader bezig. Hij heeft nooit feest kunnen vieren. Ja, dat is jaloezie. Want eigenlijk komt het erop neer dat die jongen vindt dat die jongste zoon geen recht meer heeft op het feest. En hij wel. Als er iemand is die recht heeft, dan hij toch zeker. Maar niet die zoon van u. Er zit bij die jonge gemeente een onwil om mee te gaan in de ontferming van zijn vader. In de liefde die zijn vader heeft voor zijn zoon die zo ver weg was geweest, maar was teruggekeerd. Hij kan er niet in mee. Zijn hart gaat er niet bij open. En daarom wil hij niet naar binnen, wil hij niet op het feest komen. Hij krijgt er een heel ongemakkelijk en onrustig gevoel bij. Hij keurt het af. De manier waarop zijn vader omgaat met die jongste zoon, dat gaat toch veel te gemakkelijk, of niet? Weet zijn vader wel wat zijn broer allemaal heeft uitgespookt? En weet zijn vader wel hoe plichtsgetrouw hij is geweest? Gemeente, nou kan het zijn vanmiddag dat u zegt, ja, dat is ook niet zo mooi van die oudste zoon, zeg. Wat een jongen is dat. Net zoals dat je dat ook kon zeggen over die jongste zoon toen die nog aan het feesten was. Met al dat geld van zijn vader. Wat erg dat hij dat doet. Wat een jaloezie bij deze jongen. Wat een onwil. Wat een hardheid. En misschien denkt u wel aan anderen waarbij je dat opmerkt. Aan verhalen die je hoort. Misschien heb je het zelf al iets van meegemaakt ooit. Dat je werd afgewezen. Of je denkt aan die reactie van een koster in een andere kerk in het land. Die toen een zwerver op een zondagmorgen de kerk was binnengekomen.
met stinkende kleren aan, naar die man toe liep en hem vroeg om even mee te komen naar achteren en hem toen duidelijk maakte dat hij maar beter weer naar buiten kon gaan. Niet gewenst. Gemeente, hoe zit het met u en mij? Kijk, als je zo denkt, dan blijf je zelf buitenschot, dan gaat het over een ander. Maar hoe gaan wij nou om met die onvoorwaardelijke liefde van de Vader? Met Gods aanbieding van genade en heil in Jezus Christus, zijn Zoon. Hoe gaat u daarmee om voor anderen, maar ook voor uzelf? Hoe gaat u om met het feit dat Hij u roept? Week na week na week. En je bent in het Vaderhuis. En dat Hij je zijn liefde aanbiedt. En dat je laat weten, in Hem, in mijn Zoon, Jezus Christus, is toekomst, is heil te vinden. Hij heeft zijn leven gegeven immers. Zijn bloed vergoten tot reiniging van onze zonden. Hoe gaat u ermee om, gemeente? Het is wonderlijk, wij kunnen voor onszelf een oudste zoon zijn. Ik bedoel daar dit mee. Het is mogelijk dat we het niet alleen anderen niet gunnen. En dat we naar hen kijken van, nou ja, hij, zij, dat kan toch niet echt zijn, hè? Zal wel wat mee mis zijn. Geen kind van God. Maar het kan ook zijn dat je dat over jezelf zegt. Dat u het daarmee ook op afstand houdt. Uit onwil. Door eigenlijk te zeggen wat die oudste zoon hier ook zegt en bedoelt. Ja, maar dat gaat zomaar toch niet. Broeders en zusters, weet u wat zo erg is? Ook die oudste zoon is een verloren zoon. Hij is dan wel altijd keurig thuis gebleven, maar van binnen is hij mijlenver bij zijn vader vandaan. Innerlijk is hij ontzettend ver bij de kennis van zijn vader vandaan. Wie zijn vader nou eigenlijk is voor iemand. Hij kent hem niet in diens liefde en ontferming. Altijd in het vaderhuis. Toegewijd zijn werk doen. En toch mist er iets. Ja, het allerbelangrijkste in zijn leven. Hij kent de vreugde van God niet. Hij weet niet wat het welbehagen van God is, het verlangen van de Vader. Daar zit het hem op vast, gemeente. Op eigenlijk dat ene woordje, liefde. En dan dit keer niet liefde geven aan iemand anders, aan je naaste of aan de Heere God. Ja, dat ook nog wel. Waarom is hij niet blij dat zijn broer terug is? Maar het zit dit keer ook vast op het andere. Liefde van een ander kunnen ontvangen. Onvoorwaardelijk. Het mogen toelaten in je hart en leven. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. In Jezus Christus zijn Zoon. Zonder dat er iets van ons tegenover staat en tegenover kan staan. Gemeente, kan God zijn liefde aan u, aan jou kwijt? Ja, hoor ik iemand zeggen, maar God heeft toch niet iedereen lief? Toch niet iedereen wordt behouden? Nee, dat is waar. Niet iedereen wordt behouden, maar zijn liefde gaat wel naar allen uit. Hij wil niet dat iemand verloren gaat. Verloren ga je wel wanneer je Gods liefde afwijst. Als je je ergert aan het gemak van wat we genade noemen. Als je je ergert aan de rijkwijde, de diepte, de hoogte, de lengte, de breedte van Christus' liefde. Wanneer je voor jezelf of voor anderen zegt, daar ligt een blokkade.
Gemeente Guido de Bret is er heel scherp in. Het is u misschien opgevallen toen we artikel 22 lazen. Moet u horen. Want het is één van beide. Eén van beide. Of in Jezus Christus is niet alles wat voor ons heil nodig is. Dan zegt u van ja, er moet wat bij. Wat het dan ook is. Of dit alles is wel in hem. En dan heeft hij die Jezus Christus door het geloof bezit, daarmee ook alles, het hele heil. En dan herhaalt hij dat nog eens, met andere woorden, te zeggen dat Christus niet genoeg is als de liefde van God in zijn Zoon, de Heer Jezus, voor u, voor jou niet genoeg is. En dat er naast hem nog iets anders nodig is, dat is een gruwelijke godslastering. Want daaruit zou immers volgen dat Christus slechts een halve heiland is. Een gruwelijke godslastering, gemeente. Wij kunnen zondigen tegen de liefde van God. Wanneer wij zeggen dat Gods genade niet genoeg is. En met welke argumenten we dat dan ook doen. Het is vloeken. Het is Gods naam, Christus naam, naar beneden halen. De grond intrappen. En gemeente, erger kun je de Vader niet raken. Erger kunt u hem niet raken. Als hij de deur van de feestzaal voor je openzet. En je zegt, ja, maar dan ga ik niet naar binnen. Die zit er ook, die jongste zoon. Daar ga ik niet naast zitten. Gemeente Guido de Bret heeft deze woorden opgeschreven tegen de achtergrond van de situatie in zijn dagen. In de Rooms-Katholieke Kerk, Reformatie, leerde men nu juist wel dat er naast Christus nog iets anders nodig was, namelijk je eigen werken. Iets van jezelf, je inspanningen. Je toewijding, dat soort dingen. Je moest eerst het glas van je heil zelf half vol schenken. En wat je dan tekort kwam, dat goot God er dan door Christus nog wel bij. En dan kunnen wij dat op onze gereformeerde manier precies eender doen. Door te denken en te zeggen dat het volbrachte werk van Jezus Christus toch eigenlijk niet voldoende is, dat daar wat bij moet van onze kant. Misschien dat u dan aan bepaalde belevingen denkt, of dat u eerst aan wat fatsoen denkt. Dat je vindt dat het is dat moet veranderen allemaal, bij die ander of bij jezelf. Dat je wat moet opknappen. Gemeente, artikel 22 is duidelijk. Het is godslasterlijk om dan dat te denken, want u doet afbreuk aan God, aan zijn Zoon en hoe hij zich openbaart. En wanneer je denkt dat het voor jou of voor die ander toch nog wel meer moet zijn dan alleen Gods liefde, dan zegt dat niet alleen maar wat over jezelf of over die ander. Ik meen, die oudste zoon, die zegt hier niet alleen iets over zijn broer, dat hij hem eigenlijk niet moet. En hij zegt ook niet alleen iets over zichzelf, daar zegt hij ook een hoop over hoe hij in elkaar zit. Maar hij zegt ook iets over zijn vader. Eigenlijk is alles wat hij zegt aan hem gericht. Hij vindt dat zijn vader het niet goed doet. God biedt ons in Jezus Christus zijn liefde aan, gemeente. Hij heeft voor ons alles volbracht aan het kruis op Golgotha. En het enige waar het nog op aankomt, is dat u het in geloof omhelst. Wij geloven, zegt Guido de Bret, dat de Heilige Geest om ons de ware kennis van deze grote verborgenheid te doen verkrijgen. Je gaat het dus leren kennen. Die verborgenheid, die ga je leren kennen. De kracht van de liefde van Christus en van God, die ga je leren kennen. Wanneer in onze harten een waar geloof wordt ontstoken. En dat wordt ontstoken op zo'n manier dat Jezus Christus met al zijn verdiensten, dat je dat omhelst.
hem zich toe-eigent. En niets meer, hoort u, niets meer buiten hem zoekt. Alles in hem zoeken en vinden. Door het geloof. Wat is nou geloof? Maar niet iets wat je dan zelf nog moet doen. Wat je voor elkaar moet krijgen of zo. Dan haal je via de achteringang haal je zo weer van alles binnen wat je allemaal moet doen. Die kant moeten we niet op, zegt artikel 22. Om het nauwkeurig te zeggen, wij bedoelen niet dat het geloof zelf ons rechtvaardigt, zegt Guido de Breij. Want het is maar een middel, hoort u? Het is maar een middel waarmee wij Christus onze gerechtigheid omhelzen. Maar daar heeft u het dus. Christus en zijn gerechtigheid omhelzen. Je handen, je armen eromheen slaan. Om de Vader, om zijn Zoon. Die Vader die zijn armen om jou heen wil slaan. En in zijn Zoon heeft hij dat gedaan. Hij ons eerst lief gehad. En dat je daar dan ook in zijn armen laat vallen. Geloof is jezelf toevertrouwen aan de liefde van God. En het is de Heilige Geest die dat in ons wil werken. En dan denkt u misschien, kijk, daar heb je het nou toch weer, hè? Dat is dus iets wat je niet zelf in handen hebt. Dat moet je dan toch maar afwachten of de Heilige Geest dat doet. En of dat gebeurt aan je. Maar gemeente, dan houdt u toch weer op afstand. Dan zet u er toch weer wat bij. De Heilige Geest werkt namelijk niet zomaar in u en in mij. Hij gebruikt middelen. Hij doet het via dit boek. Zijn woord. Via de prediking van dat woord. Hij doet het in de sacramenten. Van doop en avondmaal. Hij werkt in je hart. En gemeente, hij heeft ook nog een heleboel andere manieren waarop hij werkt. Als je hoort hoe moslims tot geloof komen bijvoorbeeld. Een moslimvrouw die tijdens haar vlucht naar Europa per ongeluk in een kerk terechtkomt en daar is toevallig de dominee aanwezig. En die komt in gesprek en dat is het begin van de wedergeboorte en bekering. Of denk aan de dromen die moslims dromen. In Noord-Afrika zijn inmiddels talloze getuigenissen. Dat is wat de Heilige Geest doet, gemeente. Harde harten verbreken. Koude harten verwarmen, zodat het open gaat en open kan gaan. Voor wat? Ja, dat het de gerechtigheid van Christus omhelst. Dat je nou in hem alles mag vinden. Dat je mag zeggen, het is niet in mij, maar het is om hem. Dat ik zalig mag zijn en worden, eenmaal in volle heerlijkheid. Dan overtuigt de Geest je van je zonde. Dan laat hij je zien dat je zonder God niets kunt en dat je Christus nodig hebt. Dan zie je hem in zijn offer, opdat je verzoend zou worden met God. En daarom, gemeente, wanneer nou vanuit het woord van de Heer dit evangelie naar u toe komt, ook vanmiddag, voelt u niet hoe God aan u en aan jou trekt en weer opnieuw trekt, omdat hij je weer dichter naar zich toe wil hebben ook? Want dat is niet alleen maar voor mensen die het nog niet kennen, maar dat is voor iedereen van ons. Ook als je het kent, als je het weet. Weer dichter naar de Vader toe. Die Vader, gemeente, die naar buiten gaat, dat is diezelfde Vader die zijn Zoon gezonden heeft en die zijn Geest heeft uitgestort en door die Geest gedreven wil die je naar binnen brengen. En hij nodigt je uit. Kom je ook op het feest met al die andere verloren zonen. Die misschien wel in hun leven dat nog veel duidelijker hebben laten zien en de kerkdeur dicht hadden getrokken. Maar terug zijn gekeerd. Zij zitten er ook. En dan ben je altijd trouw naar de kerk geweest en dan mag je ernaast gaan zitten en dan ben je geen haar beter. Dan ben je het ook rechters kwijt. Maar hij zegt, kom maar binnen. Want ik heb voor de toegang betaald. Mijn Zoon heeft betaald.
Het probleem van die oudste jongen is dat hij zich niet kan verheugen met zijn vader. In de genade en de liefde van God. Zielen die hun behoud vinden in Christus, hun zaligheid. De Vader spoort hem aan. Zo spoort God u en jou aan om je te verheugen in hem en in zijn volbrachte werk. En dan sluit artikel 22 af met deze woorden. Het geloof is een middel dat ons met hem in de gemeenschap van al zijn schatten en gaven verbonden houdt. Dat is voor de lange duur. Als deze ons eigendom zijn geworden, zijn ze meer dan voldoende om ons vrij te spreken van onze zonde. Hoe word je rechtvaardig voor God? 2 weken geleden was het thema rechtvaardig door Christus. Weet u nog? Hij is onze gerechtigheid. Vandaag zeggen we het nog iets anders, maar het is eigenlijk hetzelfde. Rechtvaardig door het geloof. Omdat het geloof Christus omhelst en zich toe-eigent. En dan mag je eindigen met een loflied. Ze zullen uit de volheid van het gemoed, gedachtig aan die milde overvloed van uw gunst, een overvloed, het is meer dan voldoende, die roemen bij elkeen en juichen van al uw gerechtigheden. Amen.
Zullen we danken en bidden. Heere, dank u wel voor die overvloed van genade die u ons bewijst. Weldaden van u, Heere. Daar mogen we van zingen, daar mogen we hoog van opgeven als we dat gaan zien. Heere, dat zit al in de kleinste dingen. Dat zit in het dagelijks voedsel. Dat zit in kleding. Dat zit in die rust en vrede waarin we mogen leven. Maar dat zit ook in dat grote, Heere, dat u in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, genade hebt gegeven. En dat u door uw Heilige Geest dat ook aan ons bekend wil maken. En dat u ons bekend maakt dat u alles hebt volbracht, Heer Jezus. En dat dat meer dan voldoende is om ons vrij te spreken van al onze zonden. Heere, dan mogen en dan hoeven we het niet van een ander nog te verwachten dan van u alleen. En wij danken u daarvoor. Leer ons, Heere, om dan in geloof dat te omhelzen. Dat genoeg te laten zijn. Heere, het is ten diepste een geheim, een mysterie. Als we dat doen, want het is van u. U werkt het door uw geest. Leg dat in ons hart, Heer. En geef dat we ons hart dan niet gesloten houden voor u en voor het werk van uw geest. En dat we dat afwijzen met wrok, met verbittering. Zoals we dat hoorden in uw woord bij die oudste zoon. Nee, Heere, geef dat we zullen beseffen dat het niet onze werken zijn, maar alleen uw werk. En dat al datgene wat wij mogen doen, slechts uit dankbaarheid gebeurt. Dank u wel voor uw onderwijs van deze middag. Geef dat het met ons mee mag reizen, op onze levensweg ook in de komende week. En Heere, u brengt ons als gemeente ook woensdag samen, wanneer u, Heer Jezus, nog niet bent teruggekomen. En dan mogen we samen bidden voor een doordeweekse dag voor gewas en arbeid. Heere, geef ons ook dan een gezegende dienst, 's middags en ook 's avonds. Wij bidden u, Heere, voor de verkiezing die dan ook zal plaatsvinden voor de kerkenraad. Wanneer twee broeders gekozen zullen worden om te dienen in het ambt van ouderling. Heere, weest u alle kandidaten ook nabij. En wilt u uw weg wijzen in hun leven. Gaat u met ons mee als wij naar huis gaan. Wilt u vergeven wat niet is geweest, naar uw wil in spreken en in luisteren. Wees in de komende week met ons, Heere, en ga met ons, wanneer er wellicht ook dingen op de agenda staan waar we tegenop kunnen zien, of die ons spanning geven als we naar het ziekenhuis moeten voor behandelingen. Heere, wij willen u elkaar ook aan u opdragen, ook in die zorgen en moeite. Wees u nabij. Hoor zo naar ons gebed, in de naam van Jezus Christus, uw Zoon, uit genade. Amen. Meent u mag uw gaven geven voor de dienst in Gods Koninkrijk. En we willen tot slot met elkaar gaan zingen uit Psalm 73. We zingen daarvan het 13e vers.
Gemeente, ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.